Hallo, hallo. Ha, Eef. Hallo. Leuk dat je er bent. Leuk hartelijk welkom bij Theater aan het Vrijthof. Thanks. Ik ga een dagje met jou meelopen. Heel fijn. Zin in. Kom maar. Hoi, je kijkt naar Eef zoekt vernieuwing, waarin ik, Eva, elke aflevering een dagje met iemand op pad ga. Mensen zoals jij en ik, die alles uit het leven halen, ondanks persoonlijke uitdagingen. Ik ben benieuwd naar die uitdagingen, maar vooral naar de oplossingen die hun leven beter maken. Vandaag heb ik afgesproken met Nelleke in het theater aan het Vrijthof, waar ze werkt als vrijwilliger. Een paar maanden geleden heeft ze een tweezijdige staaroperatie gehad, die ervoor heeft gezorgd dat ze het vrijwilligerswerk met plezier kan blijven doen. En daar gaat ze me vandaag alles over vertellen. Nelleke, jij hebt een paar maanden geleden niet zomaar een staaroperatie gehad, maar een tweezijdige staaroperatie. Want wat was er aan de hand met jouw ogen? Ja, ik zag gewoon minder, alsof wazig was. Dus ik dacht, ik heb een sterkere bril nodig. En daar ging ik mee naar de opticien. Maar die zei, nee mevrouw, u heeft geen andere bril nodig. U heeft staar en dat moet operatief worden verholpen. Maar dat is nog niet aan de orde, want het is nog maar een heel klein beetje staar. En je moet minstens 50% zichtverlies hebben, willen we daar gaan opereren. Nou, toen heb ik nog een jaar gewacht en ik vond dat het minder was geworden en dat vond ik vervelend. Ik rij veel auto en dan zie ik die borden gewoon later. Dus ik ben uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. Zo van, ik weet niet hoe het precies nu is met dat zicht, maar ik wil wel geopereerd worden. Ja. En dan kun je kiezen of twee ogen tegelijk of ogen om de beurt. Ik zeg nou, wat is voordeel, nadeel? Twee tegelijk doen we nog maar kort. Maar dat is natuurlijk wel heel praktisch. Ja. Ik zeg ja, ik ben alleen thuis. En ik vind dan twee keer zo'n periode een beetje onhandig. Doe maar allebei tegelijk. Want heel even terug, wat is staar? Je ziet gewoon minder. En de ene heeft het over, ik zie de kleuren minder. De ander die heeft het over, het licht is minder. Okay. En bij mij was het wazig. Maar ja, je kunt dus allerlei verschillende vormen van staar hebben. Wat is het voor soort operatie? Ja, je krijgt een nieuwe lens. En ik heb toen gekozen voor beide ogen tegelijk. Kwartiertje het ene oog, 5 minuten pauze en het kwartiertje het andere oog. Ja. En dan ben je ook in één keer klaar. En ik kwam na een half uur die operatiekamer uit. En ik had gewoon gelijk goed zicht. Dus ja, ik had echt zoiets van yes. Beter dan voor de operatie, meteen al? Ja, gelijk. Nee, want echt nergens last van had. Die staar die had je aan allebei de ogen. Ja. En dat wordt steeds slechter eigenlijk. Ja, dat kan alleen maar slechter worden. Alleen voor lezen heb ik een bril nodig. Ja, precies. Dus zoals in theater ook. Als ik dan kaartjes van iemand moet zien, dan heb ik even mijn bril nodig. Oh, ja. Dat telefoontje of die kaartjes, dat kan ik dan net niet lezen. Wat is echt het verschil met voor en na? Dat ik de borden weer op goede afstand kan zien. Ja. Dus dat ik op tijd kan voorsorteren. Ja. Ik raad het iedereen aan. Het is gewoon sneller, het is goedkoper, het is handiger. Wat heeft de operatie betekend voor het vrijwilligerswerk wat je hier in het theater doet? Nou, dat zelfs als ik helemaal bovenin op het toneel of op het balkon zit. Je hebt gezien wat een afstand dat is. Ja. Dat ik het nog prima kan zien. Nou ja, het nadeel is als mensen dus vragen waar is de papieren zaal en waar zit ik? Zit ik op het balkon of in de zaal of hoe zit dat? Oh ja. Dan heb ik even mijn leesbril nodig. Ja, dus die hangt even om mijn nek. Op ieder moment van de dag heb je er gewoon profijt van, zeg maar. Ja, de hele goed tijd. Kunnen zien is gewoon zo belangrijk. Ja. Stel, er zitten nu mensen te kijken en die herkennen zich heel erg in jouw verhaal. Wat zou je ze willen adviseren? Blijf niet te lang door dat beslagen raam kijken. Nee. En doe twee ogen tegelijk. Je bent gewoon in één keer klaar. Ja, en het is een fluitje van een cent. Dus doen. Doen, duidelijk. Doen. Nelly, ik wil je hartelijk bedanken voor de superleuke dag. En het was echt heel ontzettend leuk om jou hier rond te leiden. Ik ben blij dat je zo veel profijt hebt van je operatie en zo. Ja, echt heerlijk. Van je werk kan doen nu. En wie weet nog eens tot ziens. Thanks, dankjewel. Nou, hele goede reis naar Amsterdam. Komt goed. Tot ziens. Ben je benieuwd bij wie ik nog meer op bezoek ga? Kijk dan de volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van Eef zoekt vernieuwing. Doei!